Vanaf nu kan je kiezen voor verbondenheid in plaats van afgescheiden zijn van alles. Kies voor die verbondenheid. Kies voor zaken in jouw leven waar je je goed bij voelt, waar je het gevoel van hebt, hier kan ik met mijn talenten aan de slag. En dat is de inspiratie die ik eigenlijk wil brengen. Ik ben ontwerper, grafisch ontwerp, maar ook structureel ontwerp, eigenlijk met een specialisatie in golfkartonnen displays. Ik ben een heel groot stuk van mijn carrière met vorm bezig geweest, met de structurele vorm, met de grafische vorm, maar altijd heel veel belang gehecht aan de inhoud. Van oké, die vorm die ik nu aan het vertalen ben, of dat idee dat ik aan het vertalen ben naar vorm, komt dat overeen met de inhoud? En eigenlijk gaandeweg meer met die inhoud van de vorm bezig geweest en meer met de vorming van het idee, het conceptuele, aan de slag gegaan. Maar meer en meer ben ik ook bezig met het begeleiden van jonge designers, het begeleiden van teams in verbeteringsprocessen. Wat mij bijzonder boeit in het proces van begeleiden, maar dat is eigenlijk het proces van begeleiden, en het proces van designen, is eigenlijk de verbinding tussen mensen. En het beste uit mensen naar boven halen. Als mensen datgene doen wat ze graag doen en als ze dat tot op een hoger niveau kunnen tillen in hun professionele activiteit, ja, dan is dat eigenlijk dan is dat mooi meegenomen enerzijds, maar anderzijds dat haalt het hele team naar boven. En wat eigenlijk de passie is, waar ik bijzonder van hou, dat is het verbinden van die mogelijkheden. Daar waar de andere mensen misschien geen mogelijkheden zien. Mensen verbinden en mensen laten samenwerken op een andere manier is volgens mij heel belangrijk, omdat je eigenlijk heel vaak kansen onbenut laat. Je ziet in een team dat soms de talenten niet allemaal volledig worden aangewend en daar is vaak verbetering mogelijk. Het concept verbondenheid neemt een centrale plaats in mijn beleving en in mijn manier van werken, omdat het eigenlijk gewoon dat is een algemene waarde. Wij zijn verbonden wezens. Wij zijn verbonden met elkaar, onlosmakelijk. En we hebben misschien een illusie van een soort individu, maar eigenlijk zijn we allemaal verbonden met onze vrienden, maar ook met onze zakenrelaties, met onze producten die we maken. Eigenlijk is het één grote verbondenheid. En die verbondenheid, als je die kunt vertalen naar een samenhangend verhaal bij collega's, samenwerking met klanten, ja, dat is die verbondenheid voor mij. En die is eigenlijk heel belangrijk.